Goedemorgen traders, dit is het marktcommentaar van zondag 5 maart. Als je de laatste weken deze vlog hebt gevolgd, dit marktcommentaar, dan weet je dat wij um, op zoek zijn naar een bodem, een bodem van de lopende weekcyclusbodem, van de lopende weekcyclus moet ik zeggen. En de prognose van die bodem was dat die ergens zou vallen... Eind februari plus, minus, tot medio maat. Waarom? Omdat we dan rond plus, minus, 1 week die 20-bar cyclus zitten. Nou, je kijkt naar de DAO, rechts de week, en je ziet hier de meest recente low, de low van afgelopen woensdag, valt in de 20ste week. Je ziet hier onderin die teller: 20 bars, noteert hij. Dus wij zitten um, eigenlijk precies. Op schema wat betreft een bodem. En die bodem is dan gezet. Of zou dan gezet kunnen zijn op 1 maand afgelopen woensdag. Nou zit die in de koersdoelzone bijna. De koersdoelzone had ik hier gemarkeerd in deze groene. Op dit groene stukje dat was eigenlijk mijn ideale koersdoel. En ik zei dit zou dan een zogenaamde, even netjes tekenen, een zogenaamde complexe correctie zijn. Dus dat deze low iets onder deze Komt. Nou, dat is in ieder geval gebeurd. De recente low is iets lager dan deze. En wat hebben we nou gezien? We hebben nu een zogenaamde failed break gezien. Want je zag hier dat de koers onder deze swing low komt en dat we vervolgens binnen een aantal bars met kracht terugkomen. Dat gebeurt dus op het moment dat we hier boven deze rode barre komen. Um, dit is dan eigenlijk het moment van bevestiging. Maar toen was het allemaal eigenlijk nog een beetje vraagteken. Want als ik heel even een paar terug ga, zo. Kijk, dit is dan het moment. Ja, toen dacht ik, ja, moet ik hier al lang gaan? Dat was voor mij nog een beetje um, te weinig bewijs. Waarom? Kijk, uh, ja, we hebben hier een, een, een terugbreek boven deze swing low. Maar er liggen hier allemaal nog no bars. Dus eigenlijk komen we in de, in de inside bars van, van deze bars hier terug. Dus ik wilde in ieder geval dat wij deze, deze bars, dat we dit niveau dit gaan clearen. Dat we dit gaan uitnemen aan de, aan de bovenkant. En dat is dus afgelopen vrijdag gebeurd. En ik ben afgelopen vrijdag ben ik in de loop van de avond ben ik long gegaan. Dat is dus onze swing trade long feitelijk. Wat is het koerstoel? Het koersstoel is in eerste instantie. Um, ik ga het even zo doen. Ik teken hier nog even een extra zone. En Zo. Het koerstoel bestaat uit twee delen. De eerste koersstoel is de bovenkant van deze range. Zeg maar um, hier, hè, waar we eerder al, al zijn. En mochten we daar boven komen, dan ligt het koersdoel. Op deze bandbreedte. Dus we hebben twee koorstoelen. Als we even kijken naar de verhouding risico versus rendement, dan kunnen we even kijken. Als we hier dus nu long gaan en we zetten de stop iets onder de low en de eerste koersdoel is hierboven, dan zit je hier, dan zit je ongeveer 1,8-1,9 qua verhouding risico versus rendement. Nou, dat is net oké. Okay. En op het moment dat we de zone hoger pakken dan zitten we op 3,3 en een beetje, nou dat is ook oké. Okay. Dus, dit is op dit moment uh, mijn positie. Dus, ik zit op dit moment long in de Dow uh, Heb de stop uiteraard hieronder gezet. Waarom? Dit is de vermeende bodem van de weekcyclus op bar nummer 20. Zou dat zijn? Nou. Um, en ik ga er dan vanuit dat wij hier ook een nieuwe high maken. Waarom ga ik er vanuit? Nou, heel simpel, daar hebben we al vaak over gehad. Deze weekcyclus hier is bullish. Waarom? De gro het grootste gedeelte loopt op. We hebben een relatief kleine correctie, die bestaat uit een complexe correctie, twee neerwaartse golven. Daar hebben we de vorige keer ook uitgebreid over gesproken. En je ziet dat de manier waarop de koers teruggaat. Dat is allemaal overlappend. Hè? Die, die bars overlappen elkaar. En dat is dus echt een, een bullish structuur. Nogmaals, dat wil niet zeggen dat er een garantie is dat we naar nieuw lows, naar nieuw highs gaan. Sorry. Maar dit is wel de marktstructuur. En de marktstructuur geeft eigenlijk aan als we hier een bullish beweging hebben, we hebben een pullback. Op een moment eindigt de pullback hier. Dan is het logisch dat je daarna. En dat zie je meestal, meestal is meer dan 80% van de gevallen. Zie je dat we de high van de high daarvoor testen en dat we die meestal gaan uitnemen. Dus dit is eigenlijk de prognose dan voor de komende um, weekcyclus. En stel dat um, in het geval dat het niet uitkomt, daarom ligt de stop hier. Wat willen we dus niet meer zien? We willen natuurlijk niet meer zien dat de low van deze afgelopen week dat die neerwaartse wordt gebroken... want stel dat dat het geval is... dan is dus de aanname dat dit de low is... onjuist... en dan worden we uitgestopt. Nou, dat is uh, natuurlijk niet prettig... daar ga ik voorlopig ook niet vanuit. maar dat is wel onderdeel van trading. Dat hoort er uiteraard bij... maar ik zie op dit moment... in ieder geval geen reden... waarom ik niet long zou zitten. Want nogmaals... we hebben voldaan aan de minimale lengte... Het is boele structuur, we zitten rond die oplopende MA20. We hebben hier een, een zogenaamde bear trap, een, een failed breakout in opzichte van deze swing. We hebben nu een overtuigende beweging omhoog. Dus er zijn alle ingrediënten die eigenlijk aangeven de bodem is gezet. We hebben goede verhouding risico rendement. Ja, dan heb ik eigenlijk geen argumenten in te brengen waarom ik deze trade niet... Uh, zou nemen. En stel dat deze trade wordt uitgestopt, ja, dan is dat een van de uitstoppers. Dat is zeg maar de cost of doing business als een trader. Niet alle trades lopen goed. Ook al is de analyse uh, is die goed. Ook al is de analyse overtuigend. Het kan zijn dat de markt zich bedenkt om wat voor reden dan ook. <tiek> ik zou die reden nu even niet kunnen bedenken, maar je weet het maar nooit. Uh, maar daarom hef, hebben wij natuurlijk hier onze, onze stop liggen. Maar ik ga ervan uit dat. Zolang we boven die stop blijven, dat we in de komende weken dan deze richting zullen gaan inslaan. Nou, ook de Nasdaq heeft um, uiteraard um, uh, een bodem gezet. We zien die zone hier. Dat ligt, dat ligt keurig, eigenlijk keurig hier, hierboven. Kijk, we hebben hier een swing high. En vervolgens breken we uit en we testen dat niveau. Je ziet het ook in een weekgrafiek hier. We testen dit niveau. En zo'n test is niet altijd loopzuiver op de cent. Kijk, het gaat erom: hier heb je 1, 2, 3. Drie niveaus. En we komen hierboven en we testen dat niveau eigenlijk. En hier hebben we zo'n mini trap op kleine schaal. We hebben deze swing low. Die wordt gebroken, wordt afgewezen. En we hebben hier die afwijzing, en ook hier eventjes mijn overweging. Toen dacht ik van donderdag: is dit al een longsenaal? Ik vond het nog een beetje magetjes. Waarom? Ja, we hebben hier zo'n mini-trap, maar de echte, de zogenaamde kritieke bar, dat is deze rode bar hier. Kijk, en die wil je opwaarts uitnemen. En dan is eigenlijk het bewijs geleverd dat deze ook weer complexe correctie. Dat die in ieder geval is gebodemd. Nou, dat bewijs werd dus afgelopen verrijder geleverd. Hier met deze flinke groene candle. Dus ook hier zit ik uh, in een long-positie. En hier is het eerste. Hier hebben we eigenlijk ook twee koersdoelen. Ook oh, die zal ik even markeren. Dat zal ik even een week-grafiek doen? Kijk, de stop leggen we in ieder geval hier onder de recente low. En het eerste koersdoel dat is. In principe een test van de high. Waarom? Hetzelfde idee. Deze beweging is bullish. Dit is een correctief, correctieve pullback. Bestaat uit twee golven, overlappende structuur. Tot 50% van de voorgaande opwaartse beweging. Nou, de klassieke marktstructuur leg ik ook allemaal in, in de cursus uit. In de online cursus. En dan zien we in 80% van de gevallen, op het moment dat die bodem hier wordt gezet. Um, dat de high minimaal wordt getest en dat wij een grote kans hebben op een voortzetting van de voorgaande beweging. En dat is natuurlijk de voorgaande beweging omhoog. Dat betekent: eerste koersdoel ligt dan dus hier bij de voorgaande high, en tweede koersdoel ligt dan logischerwijs bij de volgende high. En dan zie je: dan zitten we op een ratio van 2,5 ongeveer. Dat is eigenlijk het niveau waar ik ervan uitga dat de markt. De komende weken naartoe zal gaan. Ook hier heb ik in principe geen, niks in te brengen. Waarom zou ik deze trade niet pakken? Want kijk even, we zitten hier op de MA200. Uh, we zitten op deze swing high. We hebben duidelijk een bodem gezet. Um, het valt in de 20 weken. Het enige. Um, oh ja, en nog, we zitten op de opwaartse MA20 hier. Het enige wat hier tussen aanhalingstekens niet klopt, is de stand van de double stochastics. Kijk, we hebben hier dat, dit, dit is de voorgaande bodem, hè. hier zie je de, de korte en de lange zit hier onderin. Eh, dan hebben we hier het M-patroon. En je verwacht eigenlijk dat als dat M-patroon klaar is, dat die rode lijn, dus die lange double stochastics dat die ook onderin bodemt... en dat we dan omhoog gaan. Even ter vergelijking. Even terug naar de Dow. Kijk, in de Dow... zie je dat, de M-patroon. En die lange zit onderin. In de Nasdaq... zit die lange... bovenin. Dus dat is een beetje... Uh, vreemd. Nou, vreemd in zoverre... Uh, het is niet helemaal vreemd, want de indicator meet wat de koers aangeeft. en Hij uh, meet dus momentum. Kijk, en we zien hier eigenlijk dat er een kleine daling is. Nou, dat, dat meet hij, dus hij daalt ook niet fors. <coughs> Voor, uh, wil, die, wil die rode helemaal naar beneden gaan, dan zou de koers of meer moeten dalen, of langer zijwaarts moeten gaan lopen, zoals de Dow dat heeft gedaan. Dus ik snap wel waarom het, waarom het zo is. Alleen het patroon oogt niet mooi, om het maar zo te zeggen. Um, het liefste zou ik die double sukces onderin zien. Maar goed, als je vervolgens argumenten hebt... puur vanuit price action. Eh, trade what you see. Dus, dus je ziet echt wat de markt aan het doen is. En, en dat heb ik gezegd. Hè. Hier dus uh, test van de swing, swing high hier. Uh, duidelijke bodemvorming. Uh, op de MA200, op de MA20 in de week enzovoort. Als je dat ziet... En dat wijst allemaal op een bodem in de richting van de voorgaande opwaartse impuls. Uh, we, we hebben hier die opwaartse 1, 2, 3 ook in de, uh, in de weekchart. Um, en je zet daar tegenover dat die double sarcastic niet mooi oogt. Ja, dan heb ik geen argumenten. Dit is geen geldig argument om dan te zeggen ja, nee, dan pakken we deze long trade niet. Dus ook hier zit ik long. Ergens in mijn achterhoofd heb ik hier een klein vraagteken. Ja, wat is dat? Dit is niet heel mooi. Um, maar een indicator heeft een ondersteunende rol. En uiteindelijk is primair de doorslag van de trade is price action. De price action is gewoon nu heel erg bullish. En duidt erop dat wij minimaal dit niveau gaan testen. En dat wij waarschijnlijk minimaal daarna verder gaan naar dit niveau. En nogmaals, ook hier geldt heel simpel. Wat kan er gebeuren? Er twee dingen. A, het koersdoel wordt gehaald. Nou, dan zijn we allemaal, allemaal blij. Of, wij worden uitgestopt. En dan zijn we even niet blij. Maar uitstoppen hoort erbij. En ook dat is al simpel. Verhouding risico versus rendement staat in principe goed. Op het moment dat we dit 10 keer doen, 20 keer doen, dan zitten we 7 van de 10 keer aan de goede kant. En daarmee financieren we de drie keer dat we aan de verkeerde kant van de markt zitten. En dan houden we uiteindelijk nog geld over. Het is een, wat we noemen een numbers game. De wet van de grote getallen. Je weet nooit of deze trade het nou gaat doen of niet. Dat weet ik ook niet. Ik heb er wel vertrouwen in omdat alles klopt. Maar het kan natuurlijk om wat voor reden ook zijn dat je volgende week of, of een paar weken wordt uitgestopt. Nou, Dat zij dan zo, dan moeten we opnieuw een analyse doen. Maar op dit moment... ...heb ik geen aanleiding te vonden stellen dat dat uh, gaat gebeuren. Het plaatje oogt bullish. Het ziet eruit dat we een bodem gezet hebben. En ik heb op basis daarvan nu ook de swing long posities ingenomen. Goed, de DAX. Nou, de DAX was al een stuk meer bullish dan de Amerikaanse indices... Um, daar heb ik geen longpositie ingenomen. Waarom niet? Um, heb ik daar geen bewijs van een bodem? Nou ja en nee. Um, kijk, op dagbasis is dit, ik zou bijna zeggen, retenboelisch. Um, waarom de correctie van de weekcyclus hier: 1, 2, 3, 4, 5 bars, is allemaal zijwaarts. Nou, uh, je weet op het moment dat we omhoog gaan. Kunnen we eigenlijk op twee manieren corrigeren in prijs? En dan kun je, en hoe verder je teruggaat in prijs, des te minder bullish is het. Hè. Dus, dus als je helemaal teruggaat naar de oorsprong, dan mag je niet verwachten dat wij daarna de haai nog gaan testen. Um, over het algemeen zegt men op het moment dat je 50% corrigeert, dan is het zeer nemelijk dat je de haai daarna gaat uitnemen. Um, dat is een correctie in prijs. Maar we hebben ook een correctie in tijd. Dat is eigenlijk zijwaarts en dat is nog meer boelus, want er is dus gewoon even geen koopinteresse, maar niemand gebruikt blijkbaar deze grote stijging om op grote schaal te verkopen. Of er zijn in ieder geval genoeg uh, kopers om die verkoopdruk op te vangen. Nou, dat is gewoon heel erg bullish en dat geeft mij aan dat de kans op een test van deze high. En let wel, dat is de aldaamai dat die nu heel groot is geworden. En ik verwacht eindelijk dat wij binnen een aantal weken in de Dax de aldaamai gaan testen en mogelijk dat we hier ook gaan uitbreken. En als je zegt, ja, maar dat klopt toch allemaal fundamenteel niet, grote en hoge inflatie, noem maar op. Um, fundamenteel klopt wel meer niet qua logica. Maar uiteindelijk moet je afvragen, ja, wat handel ik nou? Handel ik nou mijn geloof? Mijn overtuiging? Of handel ik wat ik zie in de markt? Nou, dat laatste is hetgeen wat we handelen en we zien dat die DAX gewoon heel erg bullish is. Maar even terug de vraag, naar de vraag, waarom heb ik dan hier geen long trade ingenomen? Nou, dat, heeft, dat is voor mij heel simpel. Um, dat heeft te maken met de keuze van de setup. Ik kies liever setups in de buurt van de MA20. Waarom? Dat heb ik al diverse keren uitgelegd in diverse vlogs. Waarom? Op het moment dat je ver onder of ver boven een MA20 zit, dan krijgen we wat we noemen het Mean Reversion Principe. Kijk, als we even hier naar die weekchart kijken, we zitten er ver onder, we komen weer terug. We zitten er boven, we komen terug. Onder, we komen er terug. We zitten er ver onder, we komen weer terug. Enzovoort, enzovoort. Uiteindelijk gaat het altijd op. Hè. Kijk, hier zitten we ver boven, we komen weer terug. Maar het kan soms even duren. Kijk, want je kunt zeggen, ja, hier zitten we ook een tijdje ver boven. En dan, hè, dus een extreme situatie kan tijdelijk nog extremer worden. Dus het is heel goed mogelijk dat dit in relatieve zin een extreme situatie is, omdat hier de MA20 ligt. Maar dat we eerst hier naartoe gaan en dan gaan corrigeren. Dat is heel goed mogelijk. Um, maar als ik nu de keuze heb tussen de Amerikaanse indices, de Dow en de Nasdaq, die allebei in de, op de MA20 in de week zitten. Dus eigenlijk mijn favoriete locatie van setup. En de DAX, waar ik zie dat die veel hoger zit, ja, dan kies ik liever niet de DAX, omdat hier het, het risico op mean reversion, um, puur uit ervaring, hè, uit, uit testen van de historie, dat dat gewoon toeneemt. En nogmaals, het is heel gemakkelijk mogelijk dat we hier en dat verwacht ik ook, die high testen. Maar ja, ik verwacht ook voor Amerikaanse beurzen dat we omhoog gaan. Um, en ik kan me voorstellen dat de DAX misschien in relatieve zin... misschien de komende weken wat gaat achterlopen. Omdat we hier al relatief ver boven die MA20 staan. Dus dat is de reden dat ik long zit in Amerika en niet long op de DAX. De AX... Hetzelfde plaatje, in essentie. Um, ook hier zien we... Kijk, correctie in, in tijd eigenlijk. Hè. Dit is eigenlijk gewoon zijwaarts, min of meer. En je ziet, dit is de weekcyclus, 20 weken. Um, 1, 2, 3, 4, 5 weken, zeg maar. Zijwaarts. Nou, dat is gewoon hartstikke bullish. Um, liever had ik gezien dat we dus hier een bodem hadden gezet. Hè. Dit is eigenlijk mijn voorkeur scenario geweest voor een bodem. Ook hier zie je dat patroon tussen aanhalingstekens klopt niet helemaal. Zie je? Um, dat m patroon klopt, maar die double sarcastics, daar zou je zeggen, die moet die tussen moet, aanhalingstekens eerst nog naar beneden. Um, dus, laat ik het zo zeggen. Voor de Dow en de Nasdaq heb ik qua price action heel overtuigend bewijs dat de bodem gezet is. En nogmaals, word je uitgestopt, dan word je uitgestopt. Um, voor de AEX, dit is voor mij eigenlijk geen thema om hier een longpositie in te nemen, want ik heb hier nu twee redenen om het niet te doen. A, die double stochastics. dat rare patroon, maar dat had ik bij de Nasdaq ook, maar bij de Nasdaq klopte de rest wel. Daar klopte mooi de pullback, we hadden een mooie complexe correctie. En we zaten mooi bij die op het favoriete koersstoel of, of locatie kunnen zeggen rond die MA20. Hier zitten we er duidelijk boven. Dus hier klopt het plaatje niet. En we zitten er boven. Weliswaar niet zo extreem als bij de DAX. Maar toch, ik zie hier eigenlijk geen mooi bodempatroon. En dat wil niet zeggen dat die koers niet hoger gaan, kan gaan. Kijk, hier zie je op een bepaald moment ook dat we. Hoger kruipen en het gaat alsmaar hoger. Maar als ik dan de keuze heb uit vier markten, dan kies ik natuurlijk liever de markten waar tussen alles klopt. Of het meeste klopt. Ten opzichte van de markten waar ik denk, nou, dit is een beetje twijfelachtig qua patroon. Maar goed, dat geeft niet de doorslag. Maar dan ook nog eens een keer qua positie ten opzichte van de MA20. En het mooie is als trader je hebt keuze om bepaalde markten wel te treden, bepaalde markten niet te treden en uh, mijn ervaring is als um, als de setups niet mooi zijn dan zijn de trades meestal ook niet zo heel erg mooi en als je dan de keuze hebt uit een aantal markten waar de setups wel goed zijn nou, dan is die keuze voor mij relatief snel gemaakt dan kies ik voor de setups waar alles of in ieder geval het meeste klopt en dat is bij de DAX niet het geval en bij de AX is dat zeker niet het geval ik wil niet zeggen dat ik niet denk dat we hier een boel ontwikkeling kunnen hebben. Maar ja, dit, is, dit is voor mij een vraagteken. Um, het, het is heel goed mogelijk dat we nu verder omhoog kruipen. Um, ik kan me dan niet voorstellen dat de AX uh, als enige nu naar beneden gaat, dit niveau test en dan omhoog gaat en de rest van de beurzen gaat omhoog. Maar ja, dit, is gewoon, dit oogt niet, niet prettig. Zeker niet als je dit vergelijkt met de. De Dow en, en de Nasdaq. Dus dat is ook de reden dat ik in de eerstgenoemde markten wel long zit en dat ik hier bewust geen positie in heb. Goed, dan gaan we naar de edelmetalen, goud en zilver. Je weet, daar ben ik op zoek naar een weekcyclus bodem. Ik zeg, nou, als we die hebben, dan kunnen we daar mogelijk wat zaken doen. En Waar ligt dan die weekcyclusbodem, althans wat is de vorige positie? Dat is rond die MA20. Nou, kijk, dat zie je nu hier. Dus als je nu kijkt, uh, hoeveel hebben wij nu hiervan gecorrigeerd? Um, kijk, dan kunnen we van hier naar daar meten. Zo, kijk. En dan zitten we op rond de 50%. Zie je? En ik, ik gaf al aan, op het moment dat je een beweging omhoog hebt en hoe minder je naar beneden gaat des te meer bullish is het. Dus hoe minder je corrigeert, des te groter de kans dat je daarna nieuwe highs maakt. Dus, dus dit is zeg maar een derde, of een derde ongeveer, dit is ongeveer 50%, en hoe meer je naar beneden gaat, hoe meer de, van de voorgaande beweging eigenlijk werd verliest, des te kleiner wordt de kans dat je de voorgaande high, dat je die gaat testen. Dat is marktstructuur. En dat is meten en weten, dat kun je allemaal meten, en dat leg ik ook Zoals ik al eerder zei, in de cursus uit. In, de, in het goud zien we dat we een krachtige opwaartse beweging hebben gehad. We hebben relatief laat de top in de weekcyclus gezet. En we zijn daarna 1, 2, 3, 4 bars gecorrigeerd. De correctie bedraagt niet meer dan 50%. Nou, dat is prima. Hebben wij nu een overtuigend signaal? In principe wel, want we zitten op 17 bars. De. Double stochastic staat onderin, laat dat M-patroon zien. En we hebben wat we noemen ook een price action trigger op weekbasis, namelijk dat is deze. En als je een beetje oplet, dan weet je hoe we dit noemen. Dit noemen we een bull 180. Een bull 180 is een combinatie van een solide, redelijk uh, grote rode barre die daarna meteen wordt afgewisseld of vervangen of uitgenomen door een solide uh, groene bal. Ja, dat zien we hier. Dus een Bull 180. Bull 180 is een vrij krachtig price action scenario. Dat betekent dat um, het interessant is om in het goud een longpositie in te nemen. Een longpositie waarbij je dus hier long gaat. Je zet de stop onder de low, onder de recente low, iets daaronder. En wat is je koersdoor? Je koersdoor is een test van de voorgaande high. En die ligt hier. En dan zie je, dan kom je op een verhouding, dat staat hier, van 2,3 ongeveer. Nou, dus dat is ongeveer één keer risico. Voor, voor elke eenheid risico word je 2,3 keer beloond. Nou, dat is, dat is op zich prima. Dat is een, een redelijk goede verhouding. Stel dat we hier boven komen. Dan zou je verder kunnen gaan naar, de, naar het volgende target, en dat ligt natuurlijk hierboven. Dus als dit niveau wordt uitgenomen, dan kunnen we hier en dan zit je op 4,3. Dus ook dat is interessant. Met andere woorden, het is mijns inziens interessant om nu een longpositie in te nemen in het goud. Stop eronder. Eerste koersdoel ligt hier, de tweede koersdoel ligt ongeveer hier. Um, en ook hier moet je afvragen wat is het ergste wat kan gebeuren. Nou, het ergste wat er kan gebeuren is dat die stop wordt uitgenomen en dat je dit aan verlies hebt. Maar ook hier geef ik aan: wat is jouw taak als trader? Is jouw taak als trader om de markt te voorspellen? Het antwoord is duidelijk nee. Het, het klinkt als een voorspelling en, en de scheidslijn is vrij dun. Dat zeg ik erbij. Want waarom ga je long? Omdat je denkt dat we omhoog gaan. Dus natuurlijk, het is, het is een soort impliciete voorspelling. Want als je denkt de markt gaat omlaag, dan ga je niet long. Um, maar wat wij, een voorspelling is, is iets anders dan wat wij doen. Hè? Kijk, wij zien nu bewijs van drie dingen: locatie, namelijk die MA20. En de cyclus. Uh, uh, kleur. Groen neemt rood uit. Boeren eten. En risico. Namelijk de verhouding risico. Dit is je risico ten opzichte van koerspotentie 1, koerspotentie 2. En deze formule geeft gewoon aan. Moet ik een trade doen of niet? Nou, dat is geen voorspelling. Dat is eigenlijk gewoon een waarneming. Dus je reageert nu... Op een aantal zaken die de markt jou presenteert. waarvan je zegt. nou, dit moet minimaal goed staan, wil ik een trade doen. En wat daarna gebeurt. heb ik niet in de hand. is dus eigenlijk ook geen voorspelling. Het enige wat ik kan doen. is, is twee dingen: in de markt stappen. Mijn koersdoelen plaatsen. en vervolgens een stop losplaatsen. en afwachten wat de markt doet. Dus weet je zeker dat hij niet wordt uitgestopt? Nee, dat weten we niet zeker. Wat we wel zeker weten. is dat als wij dit herhaaldelijk gaan doen, die numbers game dat we uiteindelijk over 10, 20, 30, 40 enzovoort trades 7 keer aan de goede kant van de streep zitten en dat we daarmee beduidend meer geld verdienen dan wat we in die 3 keer gaan verliezen als we worden uitgestopt alleen worden we, kan ik met duidelijkheid zeker zeggen dat deze trade niet wordt uitgestopt geen idee, dat weet ik niet maar het plaatje oogt in iedere geval en eh, er wordt voldaan aan de, aan de componenten van de formule, dus locatie plus kleur plus risico is gelijk aan trade. En dan heb ik als trader eigenlijk geen relevant argument om te zeggen, ja, ik doe het niet. Want waarom zou ik het niet doen? Ja, omdat ik misschien een soort onderbuikgevoel heb, maar waarop baseer ik dat onderbuikgevoel? Kan ik dat reproduceerbaar maken? Want daar, is, daar gaat trading om: het reproduceerbaar maken van een proces. En een, en een onderbuikgevoel is niet reproduceerbaar, is ook niet gebaseerd op een proces, is waarschijnlijk wel ge, ge, gebaseerd op angst of wat dan ook. Maar ja, angst is daar nou niet bepaald een, goede, uh, een goed component om, uh, om, om ja, stabiel en winstgevend en consistent te gaan treden. Dus goud. Ook hier zien we een uh, long trade. Kijken ook op, of dat of, op zilver ook het geval is. Want zilver zitten we nu op 26 bars in de lopende weekcyclus. En we zitten in die groene zone. Waarom die groene zone? Daar had ik aangegeven, dit is eigenlijk die zone die idealiter voor een pullback uh, aan te wijzen is. Ook hier kunnen we even kijken, hoe ver is dat dan? Als we de opwaartse beweging meten. En dan zie je, dat is Net iets meer dan 50%. Dus ook dit is prima. Het enige wat mij bij zilver ten opzichte van goud niet bevalt. Kijk even terug naar het goud. Kijk even naar die beweging. Vier bars naar beneden, eh, waarvan eigenlijk ja, deze niet echt meetelt. Eigenlijk zijn het drie bars. Hè. Drie overtuigend rode bars. En kijk nu even naar zilver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bars. Uh, hieruit blijkt dat er toch wat meer overtuiging aan de onderkant zit. Aan de verkoopkant dan ten opzichte van het goud. Um, dus dat wil niet zeggen dat de kans veel kleiner is dat wij die high niet gaan testen. Maar als ik. Als je nu een, een pistool op mijn hoofd zet en je zegt, nou, je moet kiezen tussen goud en zilver, dan weet ik wat ik ga kiezen, dan kies ik dus het goud. Omdat hier deze daling, deze mean reversion, van ver boven de MA20 naar onder, dat die net iets gemener verliep, iets feller, dan in vergelijking met het goud. En um, uh, wat dat betreft de spreiding, ik, ik ga zelden, uitermate zelden, eenzelfde uh, positie aan in, 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 het, in de elementalen in, 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 in goud en in zilver. Dus als ik nu kies, kies ik voor het goud, kies ik niet voor het zilver, om de reden die ik net genoemd heb, dat deze daling dus naar mijn smaak net iets feller is dan uh, die bij het, bij het goud. Voor de rest, we zitten op 26 bars, de dabaske zit onderin. Um, en natuurlijk een andere reden, um, we hebben hier nog geen overtuigend price action signaal. Want je zou kunnen zeggen, ja, we hebben hier een soort test van deze low. Um, en wij nemen nu dit niveau uit, hier deze, deze bar. Um, wij noemen dat een, uh, een, 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 een fakie, een, een IBB, een inside bar break. Um, maar ik vind dit, dit is allemaal nog net iets, uh, mm, iets te weinig. Wat ik eigenlijk graag wil zien is dat we op weekbasis hier, kijk, deze rode bar uitnemen. Dus deze groene bar is naar mijn smaak nog niet genoeg groen om te zeggen, nou dit is de bodem. En, en in, um, kijk nog eens even naar het goud. Kijk, in het goud zie ik, kijk, hier wel overtuigend bewijs. Hier wordt he, die groen, die high van de, de, de week ervoor overtuigend gewoon uitgenomen. Dit is een stabiele groene bar. In het zilver, gaan we nu even naar kijken weer, is dat gewoon allerminst het geval. Dus dat is de reden dat ik wel uh, beperkt long zit in het goud. Ik zeg beperkt, want ik ben niet zo'n zo grote edelmetaal trader. Dus als ik daar wat doe, dan doe ik het altijd klein. Maar ik heb een kleine longpositie in het goud. In een zilver heb ik dus niks, omdat ik A geen trigger heb en B, als ik de keuze moet maken tussen zilver en goud, dan vind ik goud op relatieve basis ook wat sterker dan, um, dan het goud. Nee, dan het zilver, sorry. Nou, dan tenslotte. Um, Bitcoin, nou, daar hadden we. Uh, daar hebben we al uitgebreide analyses op toegepast. Daar gebeurt niet zo heel veel. We noteren nu de 14e bar in de lopende weekcyclus. De weekcyclus die hier onderin zit. Uh, dit is allemaal nog bodemvorming. Want dat gaf ik ook aan. Wat hebben we eigenlijk nodig als je kijkt naar de verschillende termijnen? Um, kijk, op de korte, relatief korte termijn gaf ik aan. Willen we hierboven blijven? Uh, hierboven. Als je hieronder komt. Kijk, dan is het heel mogelijk dat, we, dat dit het volgende, de volgende halte is, rond de 18.500. wil niet zeggen dat we dan die low gaan breken. Maar dan heb je uh, een ander type bodemvorming. Kijk, uh, dan heb je dit als bodemvorming low, omhoog en bijna hertest en dan waarschijnlijk omhoog. Dus dan wordt die correctie hier, die wordt gewoon wat dieper. Dus we moeten hier... Belangrijk op korte termijn boven dit niveau blijven. Nou, voorlopig is dat het geval. Um, hoewel, 14 weken. Dit oogt niet heel erg is. Ik kan me goed voorstellen dat we uiteindelijk hier dit niveau gaan testen. Dat we hier nog wat, wat boels even gaan uitschudden. Uh, die al te enthousiast hier lang zijn gegaan en die hier alweer zwakke, of, uh, de zwakke handjes, die zeg maar hier last krijgen van, van zenuwen, uh, om namelijk hier ruimte te maken uh, om hier weer posities in te nemen. Want uiteindelijk weet je, um, het aantal bitcoin is beperkt en um, als je een grotere hoeveelheid wilt kopen, zonder dat je de prijs gaat, gaat, gaat flink hoger krijgen, hoe. Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, dan moet je zorgen dat andere mensen uh, die bitcoins gaan verkopen. Nou, en ik kan me goed voorstellen dat onder dit niveau dat een heleboel uh, traders die een beetje gericht zijn op korte termijn winsten, dat die hier gaan verkopen, waardoor de koers heel makkelijk naar dit niveau kan en dat we hier dan vervolgens een hoger bodem hebben. Dat is, dat is eigenlijk een goed denkbaar scenario. Maar goed, zolang we boven dat niveau zitten, komt dat nog niet in aanmerking. Is de kans groter dat groot of aanwezig, laat ik zo zeggen, ik acht het op 50-50, dat wij alsnog hier gaan uitbreken. Maakt dat allemaal uit voor de lange termijn? Eh, nee, want kijk even met me mee in de maandgrafiek. Dit is de maandchart. Eh, dit is volgens mij nu bodem, bodemterrein. Zoals we ook hier bodemterrein hebben, zoals we ook hier bodemvorming hebben. Maar bodemvorming. Uh, ...kost nou eenmaal tijd. Uh, je ziet dat vaak de, de... ...de versnelling... ...vaak een stukje later komt. Kijk, die, die gebeurde ook hier pas. Die gebeurde ook... Uh, ...hier pas na een aantal maanden. Die gebeurde hier pas na een aantal maanden. En dit is allemaal nog vroeg. Uh, daarom is het ook mijns inziens... ...niet zo heel spannend als je zegt... ...nou, ik, ik, ik heb de bitcoins... ...voor een koers door 100.000, 200.000... Of, ...of whatever... Maakt niet zoveel uit of je nou vandaag ingaat of duizend lager of duizend hoger. Um, wat we hebben geschetst, dat, dat verhaal over um, dat we misschien naar de 18.000 gaan. Uh, dus, dus dit scenario hier uh, zo of zo, dat is meer bedoeld voor traders die ja, op, de, op de wat kortere termijn in, in Bitcoin handelen. En die zijn er natuurlijk ook. Dus kijk even goed in welk kamp je zit. Maar op dit moment is het niet zo heel spannend. Het is allemaal nog bodemvorming. Zolang we eigenlijk hieronder blijven onder deze twee, twee highs. En de vraag is alleen, uh, lukt het om hierboven te blijven? Zo ja, dan kunnen we op een bepaald moment vertrekken. Of gaan we nog één keer een slagje dieper tot dit niveau hier rond die 18.500. Kan ik me goed voorstellen vanuit de gedachte dat er ergens liquiditeit vrij moet komen voor grotere longorders om dan vanaf hier te vertrekken? Um, maakt voor mij allemaal niet uit, omdat ik uh, langetermijn uh, bitcoin uh, belegger ben of trader, hoe je het wilt noemen, um, zolang we maar niet hieronder komen. Kijk, dit is voor mij het eikpunt. Um, voor deze mogelijke nieuwe bull market hè? want dit is nu de vermeende bodem en daar willen we natuurlijk niet dat die wordt gebroken maar dat gaat volgens mij voorlopig ook niet gebeuren goed zijn we helemaal door, we hebben alles besproken dus long in de Dow en in de Nasdaq en um, in het goud de andere markten uh, geen positie, dat heb ik uitgelegd en we zien elkaar dan aanstaande weekend weer terug voor een nieuwe update